Goedendag dames en heren, welkom terug bij Ark Survival Evolved hier op de schitterende Ark Ragnarok map. Wat? Ik heb er weer zin in vandaag. Ik hoop dat jullie er ook weer zin in hebben. Ik ben er blij om nog weer op de desert map te kunnen zijn. Op het desert gedeelte van de Ragnarok map. Want de Ragnarok map heeft natuurlijk heel erg veel meer te bieden. Of niet? Hoe is het met jou eigenlijk? Gaat het goed allemaal? Ik ben wel blij. Ja, ik ben blij dat je erbij bent. Ja. Dankjewel. Ook dit. Sabertooth, die heeft natuurlijk een naam gekregen. Sikkie. En ik zal eerlijk moeten zijn met jullie. Ik heb hem de vorige keer niet helemaal een eerlijke kans gegeven. Dit was gewoon niet geheel een eerlijke kans. Want ik vergeleek Sikkie. Een net getemde, onopgelevelde Sabertooth. Niet geïmprint met een hele groep aan mate boosted, imprint boosted, opgelevelde raptors. En als we het op die manier bekijken, dan was CK eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg slecht. Want die heeft nog veel meer leveltjes te gaan als dat die raptors te doen had. En hij deed al ongeveer gelijk aantal damage zonder mate boost en zonder imprinting boost. Dus eigenlijk is die wel een beest. En ik wil graag met CK erop uit. Want er is een team. Die zijn we nodig. Want we worden gewoon extreem gelimiteerd door onze keus aan flyers. En ik weet het, ik heb het gezegd dat bij andere teams wil het zijn dat je normaal zou doen. En sommige dingen, dat ontkom je gewoon niet aan op Ark. En als wij die kant op gaan, daar is een Wyvern Cloak, wou ik zeggen. Maar geen Wyvern Cloak, een andere Cloak. En ik twijfel, gaan we met Nesty Oos level 250 is? Of gaan wij met zeker? Ik twijfel heel erg. Ik heb even gekeken. Maar beide kunnen ze ons goed tillen. Ondanks dat wij dus wat gateways in onze inventory hebben. En dit hoef je ook niet allemaal bij je te hebben. Deze dit is junk. Dat kan wel weg. Nis. Je bent geweldig. Dankjewel. Maar eten jullie eigenlijk ook gewoon vlees? Ik denk het haast wel. Want volgens mij hebben we helemaal geen visvlees meer. Of hebben we wel visvlees? Oh, meer dan genoeg. Oh, een vliegkip. Hoi. Ah, Ali. Al die schouderpads waar we uit kunnen kiezen. Deze kunnen we niet meenemen, want dit is onze tijdelijke opslag. Want we hebben nog steeds niet meer dan dit hutje van een huisje. Ik had graag wat willen vormen tussendoor. Helaas was dat niet mogelijk. Oh, ga met Sikkie. Die heeft echt insane goed armor, maar Nis kan vliegen. En Sikkie heeft 1500 HP. Nis heeft 15. Oh crap, we gaan wel weer met Nis. Let's go. We gaan erop uit. We vliegen die kant ergens op. En daar wil ik wel getemmen. Oh my god, we zijn er gewoon nodig, we kunnen gewoon niet zonder. Oh, en dit is wel perfect overigens met Nis. Kijk eens even, als die daar zo zijn vleugels sluit, ik zou graag het nu even op pauze kunnen zetten. Maar ik denk dat ik dat toch weer vergeet in de edit, dus ik geloof niet dat ik dat ga doen. Maar als die zo zijn vleugels sluit, dat geeft zulke mooie screenshots, zulke mooie looks over het terrein heen. En verder, Nis is niet de snelste, ik kan niet het meeste dragen, maar Nis is wel een van de OG's geweest deze aflevering. Oh, of deze serie. Wat ziet die Archie er vet uit? Helemaal een. Ah, crap. Wisten we ook wel. Dat was een low-level Archie. Die laten we gewoon met rust. Dit is natuurlijk geen. Oh. Alpha Carno. Oh, ik heb ook nog steeds mijn oilpump niet hier geplaatst. Maar, daar hadden wij over moeten steken. Als we met CK waren gegaan. En, yep. Ja, yep. Daar waren we die halve kaart nog tegengekomen. Dus ik ben nu wel heel erg blij dat we met Nis zijn. Wat is daar nog voor rood staan? Zijn dat gewoon plantjes? Oh, oké, dat zijn gewoon plantjes. Ook dit gebied ziet er wel super vet uit. Als ik heel eerlijk ben, dit ziet er echt geweldig uit. Oeh, vultures. Oh, ik wil ook nog een vulture. Ik wil alle schouderpads. Ik wil nog zoveel. Er is nog zoveel te doen op deze gigantische grote map. En eigenlijk zien we nu ook meteen het enige wat ik echt lelijk vind in Ragnarok. Die cliff gaat nog wel, maar dat, recht toe, recht aan, recht omhoog, geen versiering, super, super saai. Dan weet ik eigenlijk niet meer, volgens mij moeten we die kant op, dacht ik. Of is het hier? Ik weet het oprecht niet meer. Ik weet niet eens of het op dit deel van de map is of dat het al in een oude deel van de map zit. Ik denk dat we gewoon nog even moeten zoeken, want het zou ook al die kant, verder die kant op kunnen zitten. Oh my god, mijn geheugen. Kon ik dingen nou maar beter onthouden? Velen van jullie die zullen wel wat doorhebben. Wat voor dino ik naar op zoek ga, wat eigenlijk helemaal geen dino is. Dat
volgens mij helemaal geen eens een dier is, maar meer een eerder een mythisch wezen. En anderen die zullen zich misschien nog een beetje afvragen wat of dat het is, want het is natuurlijk een... Nee, geen Morella Dobson. Maar... Oh, ik vind ze wel cool, die Morella Dobson. En natuurlijk onze eigen Mropsy, die is ook nog steeds op zoek naar een true and proper partner. Alleen, door de hele tijd ben ik inmiddels alweer vergeten wat of dat het geslacht van Mropsy... Oh, crap. Hadden we ook aan stamina moeten denken? Nes heeft natuurlijk geweldige stamina, maar geen oneindige stamina. Kom, Nes, we gaan direct even afkoelen in het water. We hebben ook geen drinken met ons meegenomen. Misschien was dat ook niet het meest verstandige. Oh, ik ga hier nog even verder zoeken in de hoop dat ik weer kan vinden waarop dat ik moet zoeken. En dan zijn we er zo weer. Soms ben je aan het rondreizen. En dan vergeet je gewoon in je op te nemen hoe geweldig dit eruit ziet. Wat? Dit hele mooie groen-blauwige water met die waterval daar. Midden in een Redwood Forest. Met een omgevallen boom. Hier nog een bijna omgevallen boom. Wat is dit geweldig. Eigenlijk kwam ik hier om jou op te eten. Want Nis schijnt alleen maar vis te eten. En dat heb ik niet gecontroleerd voordat ik wegging. En ik ben dat niet vergeten om uit de feeding trough te pakken om mee te nemen. En ik was ook niet alleen maar op pad gegaan. Met gewoon raw meat in plaats van raw fish meat. Absoluut niet. Ook wist ik de hele tijd al waar ik naar onderweg was. En dat is natuurlijk dit gebied hier. Net onder deze sneeuwbergen. En dan vliegen we zo die kant op. Dat is waarof de dino's spawnen. Waarof wij naar op zoek zijn. Hier bij de groene obelisk. Wat ook wel heel erg vet eruit ziet. Dit ziet er echt uit alsof het vanaf de ruimte erin geschoten is. Een stuk van een gebergte weg heeft gebrand. Vlak heeft gebrand. Ongelooflijk gaaf. Hier volgens mij begint het op deze open vlakte. Ik denk dat ik in de war was met of Scorched Earth zelf of met Iso Crystal Isles. Crystal Isles is volgens mij ook nog uitgebracht als de DLC. Maar toen de map nog in early development was, hebben wij daar al heel vaak op gespeeld met elkaar. En dit is ook een geweldige map waarvan ik nou al naar uitkijk. Om daar ook eens een keer weer een full playthrough op te doen. Oh, let's go. Ik weet niet of dit verstandig is met Nis. Maar dit is een tech parasol. Crap. Ik had hem liever geharvest met mijn arx in plaats van met Nis. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Oh, nee. Giant bee honey. Dat zijn we altijd nodig. Ik weet dat zijn we altijd naar op zoek. En Oh ja, het is mounted mij. Ik weet niet hoe verstandig dit was. Ik had hier misschien iets beter over na moeten denken. Alles en Nis nou ook aan. Hoor ik dat nog goed? Ah, in ieder geval één giant bee is dood. Er is nog een giant bee dood. Oh, my life. Au, my life. Jullie bijen. Er is nog één dood. Oké, gelukkig zitten er een hele grote groep op Nis. Oh, crap. Ik weet niet of Friendly Fire aanstaat, die ja of nee. Oh, en dit allemaal voor honey. Nis gaat nog niet zomaar dood. Ze doen maar 4 damage. Oké, ik kan er bijen raken zonder dat ik Nis raak. Denk ik. Hoop ik. Net raakte ik ze echt. Ja. Oké, dit gaat lukken. Ik doe 40 damage en doe 4 damage. Nis heeft 1500 life. Oh, wat? Ze hebben mijn pet. Oké, Nis, je moet jezelf redden. Nis, maak ze maar dood. Ah, maar dit duurt me te lang. Ik kan dat geluid niet aanhoren dat jij je zeer doet. Blijf wel in de buurt, alsjeblieft. Oké. Okay. Passive. Kom maar. Pak me maar gewoon op. Dan gaan we. Let's go. Let's go. Ze hebben mijn helm gesloopt, die stomme bijen. Hoe komen ze? Wat? En dat deden we vlak naast een Raptor Pack. Waarom heeft deze Raptor Pack wel een boost? Waarom heeft deze Raptor Pack een leader? Oké, okay, ik heb geen flauw idee. Maar we waren in ieder geval niet op zoek naar een Raptor Pack. Want wij hebben thuis natuurlijk al een hele grote raptor pack staan. Daar loopt nog weer een triceratops, nog meer raptors. Maar ik zie nog niet heel veel van waar wij nou op zoek zijn. Dus ik denk dat we nog heel even weer verder moeten zoeken. En ja, dat wordt weer gedaan zonder opname. Want heel veel gebeurt er toch niet. We vliegen een klein beetje heen en weer. Ik ben nu in ieder geval wel super blij dat we Nis mee hebben genomen. Niet zeker, want als ik met zeker dat stuk over de map af had moeten leggen, dan waren we al anderhalf uur verder geweest, denk ik. Zo zijn we dat ook wel. Ik hou de tijd nooit zo heel goed in de gaten. Oh, yes. Ik ga verder aan het zoeken. Ik denk dat ik weet welk gebied we moeten zijn. Maar ik weet zo niet meer goed waar het een gebied is. Dus,
Wij zijn er zo weer. Yes, en daar is ons eerste doelwit. Slachtoffer. Nee, never mind. Ik had wel weer verwacht. De eerste kan natuurlijk nooit een insane hoog level zijn. Maar natuurlijk, de map waarop de Griffin geïntroduceerd is, gaan wij op zoek naar een Griffin. Want een Griffin is je treffen companion. Een Griffin is je tame companion. Een Griffin is zoveel meer als alleen maar een flyer. Zoals dit Nis is. En dit is niet slecht bedoeld voor Nis, want Nis is geweldig. Voor wat ze is. Ze is een flyer. En meer is ze ook niet voor ons. Dus we zijn naar een helemaal een betere flyer. En een Griffin. Die kan dat zijn voor ons. En vooral omdat we onze dino's niet in speed kunnen levelen op deze server. Wat ik snap. Maar ze hebben een Griffin nodig. Want die gaat gewoon een stukje sneller als Nis. Want dit duurt mij allemaal een klein beetje te lang. En jullie weten. Ik sta bekend op hoeveel geduld of dat ik heb. Volgens mij kunnen ze hier ook allemaal spawnen. Wat is de hotspot? Hier. Achter deze cliff is de hotspot voor de Griffins. En ik kan mij ook nog wel herinneren. Oeh, tech stackle. Nee, gaan we niet redden met Nis. Maar, ik kan mij nog herinneren dat ik daar aan de andere kant, dat bij die waterval, laten we de spyglass erbij pakken. Bij die waterval had ik daar een trap staan om een van mijn eerste Griffins te temmen. Of was het daar? Ik weet het niet meer, maar een van mijn eerste Griffins, die heb ik daar getemd. Dat is ook ergens in een video terug te vinden. Maar ik zou bij god niet weten welke video. En ik weet ook niet waarom. Maar ik kan geen kaarten terug toevoegen van alle video's die op mijn kanaal staan. Waarschijnlijk zijn ze gewoon te oud. Is het te lang geleden. Maar toen de Griffin net uitkwam waren wij ook hier om hem te temmen. Oh, met dat ik op had gezocht waar of dat ze spawnen. En ik me bedacht, ben ik ook een sukkel. Dat is een hele andere map. Toen dacht ik, natuurlijk spawnen ze hier. En dit is dan ook meteen weer een van de mooiste gebieden van Ragnarok. Deze kleur bergen met al dat water wat eronder zit. Geweldig. Ik vind het echt een superieur ontwerp in de map. Maar goed, genoeg geluld over hoe geweldig ik de map vind. Want ik vind hem geweldig. Jullie ook. Jullie vinden hem ook gaaf. Kunnen we zien aan de hoeveelheid support dat jullie geven hier op deze Ark Ragnarok serie. Oh, die grot. Er is al te vaak een basis gebouwd. Het is niet origineel meer. We moeten wel origineel blijven. We moeten wel af en toe eens proberen wat nieuws te doen. Ik zie hier in ieder geval heel veel potentiële flyers. Maar ik denk niet dat een PTE hetgene is waar wij naar op zoek zijn. Ik denk het niet. Oh, we hadden natuurlijk ook eerst naar een schaap kunnen zoeken. We waren toch al midden in de desert. Er liep volgens mij ook nog een schaap op het eiland waar we bij zijn begonnen. Maar dat is nu echt te ver weg. Ah, damn it. Ik zie nog helemaal geen Griffins. Ik ga nog even weer op zoek zonder jullie. En dan zijn we er zo weer. Als we dan toch hier rondhangen, kunnen we het toch niet laten om dit leeg te jatten. Oh, ik loop nu. Ik denk niet. Oh crap. Nis. Come pick me up, please. Nis. Please, do pick me up. Nis! Where are you? Oké. We hebben een beverdam leeg gejat. En we zijn naakt! Meen je dit nou? Oké, dat ging niet volgens plan. Hout kan weg. 380 cementing paste. Sweet. Maar de andere zoektocht levert eigenlijk nog niet zo heel erg veel op. Die giant beaver dams die wil ik eigenlijk ook wel graag legeroven. Maar na die ervaring van net. Nope, laten we dat nog maar heel even niet doen. Op de spawnmap zouden ze hier ook allemaal moeten spawnen. Maar ik vind nog helemaal geen enkele griffin. Ongelooflijk veel PTE's, maar geen griffins. Maar zoals jullie zien, de zonsondergang, die zit er weer aan te komen. En, dat wordt nog even een nachtelijke zoektocht. Oh, damn, ik heb daar zo'n hekel aan. Ik hou niet van de nacht in Ark. Ik hou er gewoon niet van. Geef me gewoon griffins, nu. Nu, misschien moeten we nog even boven op die berg kijken. We weten allemaal, griffins kunnen vliegen. Dus die kunnen er ook helemaal bovenop zitten. We gaan het zien. Ik ga nog even verder zoeken. Midden tijdens de zoektocht had ik toch nog weer afgeleid. Ik word een micro-raptor. Wow, die micro-raptor die had ons daar bijna. We hebben geen gear meer aan, dus ik denk niet dat we het lang volhouden. Heb iets goeds. Ik waag mijn leven hier. Right? Equip fists. Ik hoef toch geen fists te equippen om met dino te kunnen rijden. Ascendant stack of saddle en door blueprint. Nee. Had beter gekund. Maar goed. We hebben in ieder geval weer een drop kunnen looten. En dat is dan wel weer het voordeel. En dat het wat donkerder gaat worden, dan worden die drops vinden in ieder geval een heel stuk makkelijker. Dus dat doen we ook gewoon tussendoor met onze super
niet zo snelle Nis. Oh, ik ben misschien ook wel snel afgeleid. Een Dijebeer? Level 145? Oh, dammit. Ah, laten we het erop houden. Haarhoofd komt niet gauw waard, maar... Oh, dammit. All Black. Oh, mijn god. Ik moet mezelf tegenhouden. Eigenlijk, ik heb zelfs geen idee. Hoe zouden we haar thuis moeten krijgen? Vanaf hier helemaal naar het zuiden van de map. Oh, mijn god. Ik heb geen idee. Oh, maar een Dijebeer van level 145 zou wel super nice zijn. Echt super nice. Oké, dat is een Argentavis. Daar zijn we ook niet naar op zoek. Misschien moeten we ons daarbij neerleggen, maar ik wil geen Argentavis. Holy damn. Oh, daar was ook nog een paarse drop. Dat is wel heel ver weg. Oh, dat lijkt zo dichtbij, maar het is heel ver weg. Ah, dammit. Ik ga nog even verder op zoek. Uh-oh. Klein probleempje. Help mij! Ah, Nis. Je bent geweldig. Oh mijn god, deze Microraptor, die nokte mij van Nis af. Die raptor die besprong me daarna en oh mijn god. En het enige wat ik wou was een Tech Parasaur opeten en die heeft het zij nu op hebben gegeten waarschijnlijk. Damn, wat zijn er veel raptors hier. Wat hebben wij een ongelooflijk geluk dat we dat nog weer hebben kunnen overleven. Holy damn. Twee near death experiences en nog steeds niet een Griffin kunnen vinden. Hier zijn weer Archetevis. Ik zie PTE's om het leven. Ik ben bovenlangs, benedenlangs. Oh, dammit. Ik weet ook echt niet heel goed meer waarom dat ik nou nog meer zou moeten kunnen zoeken. Hierboven zou nog moeten zitten. En dan kunnen we naar de andere kant daar bovenop al die cliffs nog gaan kijken. Ah, dammit. En wij zitten nu al gamma up. Dus lichter als dit kunnen wij het niet krijgen. Maar volgens mij spannen ze niet verder deze kant op, want dat is jungle. Dat is swamp. Ah, damn, dit is een moeilijkere zoektocht als dat ik dacht. Ik ging er toch echt wel vanuit dat Ragnarok de map waarop net de Griffin geïntroduceerd is. Meer Griffins te bieden had als één Griffin van level 20. Wat? Oh, Allosaurus. Allosaurus, die zouden we natuurlijk ook in onze Dino Gate. Oh, een 145 Allosaurus met een 100 bij de mail. Dus daar hebben we niet zo heel veel aan om dat beide te doen. Oh, dammit. The search goes on. Oeh, oil palms. Oil palms. Het zijn oil palms van anderen. Dus we laten ze mooi met rust. Dat is ook wel het enige wat dat we hebben gevonden. Oeh, crystal. Damn, dat is het voor waard om te dismounten. Heel mierennest hier. Een heel mierennest hier. Maar daar kunnen we makkelijk aan. Krijgen we ook nog weer wat chitin voor. Dus daar kunnen we niet over klagen. En zo ontiegelijk verschrikkelijk veel. PTE's, dat is gewoon niet normaal. We lopen nog steeds rond in onze onderbroek. Staan we hier midden in de nacht kristal te farmen. Oh mijn god, dat ik mijn moeder daar vertelde dat dit niet plan was om te gaan doen vanavond. Denk ik niet dat ze het ermee eens was geweest. Hoewel, het is misschien ook wel aan te zeggen. Ik ben ouderwijs genoeg om zelf die besluit te maken. Ah, I don't know. Wat had jullie moeder ervan gezegd? Ik denk niet dat die van mij het goed had gekeurd. Oh yes. Daar, tussen mij en de maan in, heeft iemand een basis gebouwd. We gaan niet dichterbij als dit. Maar we zien daar al een Rex. Iets in die richting. Oh, Nerdy Klaas is op een Rex. Super gaaf. Oh, hoe cool ziet dit eruit. En dat is ook volgens mij een platform waarop dat ik ooit in een playthrough mee bezig heb gehad. Ik denk het wel. Volgens mij is dat een platform waarop dat ik ook ooit een beest op ga. Maar het is super slecht, zeg maar, op dit moment. Het is ook nog in de holst van de nacht. Ik weet ook niet waar ik op het ene moment donkerder word en het andere moment weer lichter word in de nacht. Er is geen natuurlijk verloop in. Maar ik denk dat wij de andere kant op moeten. Daar bovenop moeten we nog op onderzoek uitgaan. Of we enigszins iets kunnen gaan vinden wat de naam van een Griffin mag hebben. En dan hopelijk ook een iets hoger level als het level 20 vanaf dat we eerder tegen zijn gekomen. Dan kwamen we hier nog met Teresinosaurus te stegen hier tussen de bosjes. Allemaal level 20 en 25. What? Daar hebben we toch helemaal niks aan. Oh. En het cirkeltje is weer rond. We vinden hier ook nog weer een Griffin. Volgens mij is dit dezelfde Griffin. Misschien is dit wel dezelfde Griffin. Want we kwamen daar weg. Zijn we hierheen gevlogen. En het is een level 20 Griffin.
in het hele gebied, in het hele spawngebied van de Griffin, dus hier tussen die drie ijsgebergtes in zo'n beetje, hebben we één Griffin gevonden. Are you kidding me? Dit is toch niet mogelijk en het is nog steeds super donker. Oh wacht, ik heb nog wel een torch bij mij. Oh mijn god, maar als we nu teruggaan in de gamma, dan kunnen we helemaal niks meer zien. Hoewel het er zo met de torch natuurlijk wel super vet uitziet. Ik denk dat wij zo helemaal geen Griffin gaan vinden. Ik kan in ieder geval helemaal niks zien. Het wordt voor jullie nog donkerder, dus jullie kunnen nog minder zien. Oh, damn it. Ik moet denk ik weer terug gaan denken wat of dat wij nu moeten gaan doen. Oeh, een Rex. Is dat wel een Rex in gevecht met een Carno hier? Wacht eens even, daar doen wij het licht eens even weer vooraan. Een Rex in een gevecht met een Carno? Ik dacht dat... Dat nooit. Rex level 50 female en een Carno level 50 female. Natuurlijk gaat de Rex winnen, maar ze is maar level 50. Meer. Ja, maar oeh, de vulkaan is ook aan het uitbarsten. En ja, ik heb die paarse drop daar wel gezien. Maar ik ben op zoek naar een Griffin. Oh, hoe kan het dat op de map waar de Griffins geïntroduceerd zijn, er gewoon geen Griffins zijn? What? Oh mijn god, ik ben beperkt tijd hoeveel ik op kan nemen en ik heb dit allemaal langs gevlogen. We zijn een heel stuk die kant op gegaan, we zijn zo weer teruggegaan boven en beneden. En geen Griffins. Dan krijgen we nog koud ook door de nacht. Oh, het is nog steeds in de hols van de nacht. Het is inmiddels 3:15 in Ark. Oh, ik heb het gevoel dat het in real life ook 3:15 begint te worden. Oh, volgens mij spawnen hier beneden geen Griffins. Alleen er bovenop en... Oh, daar vonden we helemaal niks. Ik ga nog eventjes zoeken. Oh, dammit, anders moeten we toch maar door naar die dierbeer die daar is. Het wordt al beter. Deze derpy flyer die of dat je daar beneden ziet is een Griffin van level 55. Die is in gevecht met een Argentavis van level 135. Ik heb zo'n vermoeden dat die Griffin dat net niet gaat halen. Maar we gaan het zien. Dit is in ieder geval de tweede Griffin die ik vind. En dit is super dicht bij de eerste Griffin. Want die was daarboven. Ik denk ook niet dat die nog leeft. Ik denk niet meer dat die nog leeft. Moet die 55 het dan worden? Moeten we die gaan proberen te redden van die Archie Davis? Oh, die Turpy Flyers. Ik denk niet dat we heel veel keuze hebben. Want ik wil gewoon een Griffin. Omdat dat toch echt een stuk beter rondreizen is. Als een Pelagon is. Oh, jammer. Jammer is. Maar het is nou eenmaal waar. Oeh, daarboven hebben we natuurlijk een grot. Oh, is stamina. Stamina! Oh, yes! Sommige mensen leren nooit van hun fouten. Ga weg, jullie stomme bijen! Ik leer echt nooit van mijn fouten. Ik heb zo vaak problemen gehad met bijen. En kom op. Het zijn de laatste. Vertel me dat dit de laatste zijn. Oh mijn god, wat zijn er nog veel. We hebben zo weinig life. Oeh, we regenen goed. We regenen goed. Dit hebben we. Dit hebben we. Dit gaan we halen. Blijven ze nou komen? Komt er ooit een einde aan? Ga weg. Ga weg, jullie bijen. Oh, dan zit ik hier. Altijd een held. Op de grond. Een beetje in de lucht. Waarom? Ik kan het zeggen. Kijk. Hij kan niet bij mij komen. Hij kan niet bij mij komen. Oké, er zijn nog een paar nissen aan het irriteren. Maar dat zijn er maar een paar, dus ik zou niet zo heel veel voor moeten stellen. Ik ben echt bang dat ik nis raak. Alhoewel, ik doe toch maar 40 damage, dus voor mij zou dat ook nog geen probleem moeten zijn. Oh, yes, we hebben wel weer. Oh ja, ik raak er wel. Dat doet ook damage. Nope, dat doet geen damage. Oké. Oh, dat is goed om te weten. Ik wil niet bijraken. Maar nis, laat het gewoon gaan. Oh, jij stomme bij. Oh, je zorgt ervoor dat ik niet weg kan. Oké, nou wel. Oh nee, ik heb die debuff nog. Oké, ga maar down. De ochtend is aan het komen. Oh crap, in tijd is die Griffin dood. Nee, ze heeft wel ruzie. Hij of zij, ik weet niet meer wat of dat het was. Maar heeft inmiddels wel ruzie met nog een Archie David. Maar hierboven is natuurlijk een grot. Als het ons zou lukken om haar die grot mee in te lokken. En daar in een trap. Dan wordt het natuurlijk nog weer makkelijker van. Maar ik kan me niet meer herinneren of deze grot veilig is. Of dat... dit een echte cave entrance is. Ik weet het niet zo heel goed meer. Dit is de perfecte plek.
Yep. Dit is de perfecte plek. Ik denk dat ik hier mijn trap ga maken en dat we dan eens even gaan proberen om te kijken of wij überhaupt die Griffin ooit van ons levensdagen in leven hier kunnen krijgen. En een klein stukje, en een klein stukje, en een klein stukje. Ik weet niet meer hoeveel of ik er heb gemaakt, maar we zetten ze gewoon allemaal neer. Ik hoop niet dat ze te ver bij elkaar wegstaan. Twijfel. Ik denk het wel. Pakken we gewoon die. Ik denk het. Die moet hier gewoon tussen. Doen we hier gewoon zo tussen. En. Ja. Misschien. Voor de zekerheid vind deze ook gewoon een klein stukje dichterbij. Als je zo die blueprint ziet, dan denk je. Wow, dat staat allemaal bijna tegen elkaar aan. En vervolgens zit er echt super veel ruimte tussen. Die doen we daarin. Die doen we daarin. Auto close only. Ja, dat is wel goed genoeg. En deze doen wij. Switch to manual. Holy damn. Oké, de Griffin is nog niet overleden. Wel heeft hij nog steeds ruzie met die Archies. En hier is het dan weer donker, ondanks dat het al achter is. Griffin. Oké, ik heb de Griffin kunnen raken. Is die nog boos op ons of nog steeds op die Archies? Oh, really? Nou krijgen we hem weer niet bij die Archies weg, zeker. Nou blijft hij boos op die Archies. En straks krijgt hij ook nog ruzie met die Carno die heeft die grond doorstampen. Oh, is ze boos op mij? Yes. Hij is boos op mij. Hebben we genoeg stamina? Dat is goed is wel. Raak mij maar. Yeah. Dat is wat jij graag wil, hè? Ongelofelijke Griffin. Kom maar, nog een keertje raken. Goed zo. Volgens mij hoef ik niet eens te wachten. Want volgens mij is die Griffin base al gewoon sneller dan ons. En kan die ons steeds raken. Of net niet. Of toch niet. Kom maar. Ja. We moeten natuurlijk wel zorgen dat hij geïnteresseerd blijft in ons. En hier kan de gamma weer naar beneden. En dan ziet het er meteen een heel stuk beter uit. Zit hij nog achter ons. Hij zit vlak achter ons. Ik heb eigenlijk geen idee. Pas Nis hier wel tussendoor? Oké, Nis wel. Nis wel. Nee. Oh, are you kidding me? Oh mijn god, hoe kan ik dat nou verprutsen? Ik had natuurlijk ook gewoon op Nis kunnen blijven zitten en dan de gate sluiten. Oh, dan zijn we weer iets te ver naar de zijkant gestuiterd. Wow, daar schrok ik van. Ik dacht dat hij nog aan de andere kant van die gate zat. Oké, hij zit er weer in. Nog in. Oh, Nis zit er nu ook in. Nis, kunnen we er ook uit? Oh, sweet. Oké, hij zit erin. En we zijn op een super veilige plek. En hij is low level. Dus, dit zou nou verder niet al te moeilijk meer mogen zijn, lijkt mij. We gaan hem nog schieten. We gaan hem prime meat voeren. En dan gaat hij met ons mee naar huis. Dat is toch? Oh, is de torpo nou wel hoog? Oh, nee, het valt mee. Wij gaan hier nog heel even staan te schieten. Oké, hij is down. Ik denk dat ik vergeten ben in de gaten te houden hoe hard of dat ze door de poel omhoog ging. Maar hij is down en Griffin zou er niet zo heel erg van om te slapen, dus hij zal ook vrij snel weer wakker zijn. Ik ben heus niet vergeten om narcotics mee te nemen. Dat ben ik niet vergeten. Maar goed, prime meat is onze eerste zorg. Wij zijn meer prime meat nodig. Daar is ook nog een drop. Daar ben ik ook nog weer door afgeleid. Het is een groene drop. Dat moeten we eigenlijk niet doen. Zal die Carno hier nog leven? Die geeft ook prime meat als het goed is. En nee, we gaan die bijen daar niet nog een keer oogsten. Of was dat daar? Ik weet het niet meer. Oh. Oké, Carno leeft nog. Als die low level is, pakken we gewoon die Carno. Oeh, Archie hier is bijna dood. Die Archie, 135 Archie, die geeft dan in ieder geval wel goede XP. Hebben we ook een airbreak? Oké, de airbreak die doet het ook op onze Nis. En die Archie doet op ons 25 damage en wij 54 op hem. Are you kidding me? Nis is een beest. Nis, je bent geweldig. Oké, ik dacht dat deze Archie die Griffin aan zou kunnen, maar dat kan hij niet. Oké, één keer raw primate. We hebben hem nog niet geoogst met Nis, dus laten we het proberen. Ik weet dat die Carno daar loopt en ik... Oh. Ook maar één. Oh, Nis, je bent toch beter in het oogsten. Wij gaan even weer Prime Meat farmen. Oh,
Millions. We are back. Ook die Carno zal gewoon ons slachtoffer gaan worden. Oh nee, Archie, ga weg! Ah nee, er was net een andere Archie die ging dood voordat die Carno in de buurt zou komen van het doodgaan. Maar als die Archie nou gaat oogsten, dan zijn wij alles Pramid kwijt. Het valt mee, we hebben nog... Oeh, damn, Broken Bones? Wat? Die Dimorphodon dan? Waarom heb... Wat? Oh my god, oh damn, die Broken Bones komt natuurlijk vanuit die Carno en die Dimorphodons die zitten nu achter mij aan. Ah, mist, we moeten gewoon vluchten. Laten we ook ergens kijken of we wat Narcoberries kunnen farmen zodat ik even niet wakker ga worden. Worden we nog achtervolgd? Oh, Dimorphodons, die had ik nooit boos moeten maken. Misschien moeten we ze gewoon nog schieten, dat is denk ik een betere oplossing. Kom, we gaan die erop pakken en daarna dan gaan we nog eens even kijken of we naar onze team kunnen komen zonder dat die Dimorphodons ons en ons team aangevallen. Oh, bijna. We zijn er bijna. Yep. Let's go, let's go. Nis, we hebben haast. Gewoon blijven staan. Krijg je er niks van aan. Nis was ook gewoon bijna... Oeh, nieuwe keer. Hoeven we niet meer in de blote kont rond te lopen. Dat is altijd nice. Zie je wel, soms is een green drop het zelfs waard. Oh, kom nou maar op. Oh, natuurlijk houden we die aan. En, oh, sweet. Kijk dan. We zijn net een bias klant. Oh, dat ziet er goed uit. Wat een net op tijd voor die raptors. Zitten die Dimorphodons nou nog achter ons aan? 225 life, maar die Dimorphodons die zijn zo lastig te raken. Oh, dammit, we zijn alweer zo lang bezig. En dat straks vergeten we onze Griffin en dan wordt die alweer wakker. Boom. Wat damage deden ze? Oh, 13. Au. Oké, eentje is in slaap. Zo doen we dat. Level 55 en level 20. Het is... Oh my god. Gaan we dit nou echt weer doen? Ik weet niet of ik genoeg Prime Meat heb. Soms heb ik echt spijt van de keuze die dat ik maak. Maar soms... mag ik die terug? Ik heb voor jou wel ander vlees. Alsjeblieft. Ah, soms, oh my god. Ah, yes, let's go. Prime Meat hebben we. Ik weet echt niet hoeveel Prime Meat of dat die Griffin nodig zou zijn gaan zijn. Ah, we gaan het zien, 13 Prime Meat. Ik denk haast niet dat het genoeg is. Ik denk oprecht niet dat dat genoeg is. Oh, hij is hard aan het... Oh, 15. We hadden natuurlijk ook nog 2 in onze inventory. Hij heeft er nu... Wat? Oh, mijn god. Waar heb ik mij druk om gemaakt? Hij was met 2 keer Prime Meat nodig. Hier, nemen we gewoon vlees. Dan kunnen we dat Prime Meat nog bewaren. Wat waarschijnlijk weer voor rot. Voordat we weer beginnen aan de volgende aflevering opnemen. Info? Nee. Structure? Pick-up. Yep, zo wordt het. Alles weer oppakken. Alles weer netjes meenemen. Oh, hebben wij nu... Dan gewoon een Griffin. En een Knoepert. Oh mijn god. Knoepert is een nickname voor de Morphodon. Al zolang als dat we Ark spelen. Ik weet het niet beter. Die Griffin. Wat? Is dat een Nederlandse Griffin? Of is dat een Nederlandse Griffin? Hij is gewoon helemaal oranje aan de onderkant. Dus voordat hij zijn vijanden aanvalt van boven. Nis, ik denk niet dat je ons bij kan houden. Oh. Sweet. Oké, ik denk we gaan de water raken, maar dat valt mee. Damn, dit is een betere manier van rondreizen. Maar, gezien we Nest mee hebben genomen deze kant op, zullen we hem ook wel mee terug moeten nemen. Oh mijn god, op een gegeven moment, gaandeweg deze aflevering, dacht ik absoluut niet dat we dit punt nog zouden gaan bereiken. Maar we hebben het wel gehaald. We hebben een Griffin mogen temmen. Wat? Je maakt een geintje, maar dit is wel sick. Oh, eindelijk een goede manier van travel. En dan kunnen we de volgende keer in ieder geval iets sneller zoeken naar een fatsoenlijk level Griffin. Want deze was natuurlijk wel super, super laag level. We moeten daar langs, want ik kan niet door de snow. Dan vriezen we meteen dood. Zelfs met onze nieuwe gear. Oh, en ik denk ook dat ik... Oh my god, are you joking? Are you joking? Oh, gelukkig. Oh, ik schrok al heel even. Ik denk als dat nou een hoog level Griffin is... Dan doe ik mezelf vandaan. Maar voor nu. Oh, wat fijn dat jullie er weer bij waren. En ik hoop dat jullie er evenveel van genoten hebben. Als dat ik heb gedaan, denk ik. Ik hoop dat jullie er meer van hebben genoten. Want damn, wat zijn we lang aan het zoeken geweest. Wat een grind was dit. Maar wat een mooie Griffin. Mogen wij daaraan overhouden.
En nu wordt het termen voor ons wat makkelijker, want dan moet Griffin. Kunnen we, als het goed is, ik weet nog niet, we zitten weer in K-modus. Dart schieten vanaf onze team. En ik kwam er net achter dat wij op onze Pelagorn dus wel onze pickaxe kunnen equippen, maar niet onze gun. Weird game mechanics. Maar wij gaan back to base en we zien jullie weer in de volgende aflevering. Wat ongelooflijk fijn dat jullie erbij waren. En we hebben natuurlijk Knoppert Griffin die een naam kan gebruiken als je ver bent als dit punt in de aflevering. En je hebt hem in één keer doorgekregen en dan krijg jij als eerste de naam op de dino. Oh yes, dames en heren. Tot de volgende keer. Appetje.